vind de leraar sowieso heel leuk, want hij maakt grapjes tussendoor. Ik ben begonnen met dansen toen ik ongeveer 4 jaar was. Toen ben ik ballet gaan doen met mijn beste vriendinnen. Maar op een duur vond ik dat niet meer zo leuk. En toen ben ik streetdance gaan doen en nog veel andere dansstijlen. En op een duur kwam ik in het Jan van Mezouw terecht. Ik heb hier ook musicalles 2 jaar gedaan. Maar ik vond dat dansen niet uitdagend genoeg. Dus toen ben ik hier gaan dansen bij. Ja, toen ging ik urban dance doen. Dat vind ik heel leuk, doe ik nou voor het 2e jaar. Ja, ik kwam hier in het begin en toen vond ik het best pittig. Want ineens van musical les, dat was heel makkelijk. En dan ineens naar urban dance. En dat ging heel snel in het begin. Maar ik paste mij daar best snel bij aan en toen ging het heel goed. Soms wel. In ieder geval, ik kom wel altijd bezweet thuis. Maar ja, we mogen als we het vragen ook wel drinken tussendoor dus. Ja, ik vind de leraar sowieso heel leuk, want hij maakt grapjes tussendoor. Dus dat vind ik wel heel fijn. En zo. En er zitten ook wel vriendinnen met mij, dus dat vind ik ook wel leuk. Dat je soms gewoon met elkaar kan delen hoe je het vindt. En de dansstijl, ja, dat trekt mij heel erg aan. Ja, dat wil ik wel heel graag, mijn beroep van dansen maken, maar ja, meestal gaat het heel moeilijk. Dan moet je weer naar een dansschool en dan word je moeilijk aangenomen. En denk zo, oké, dan moet ik nou heel veel gaan oefenen om zo ver te komen.